Hey allemaal, vandaag kreeg ik van jullie de volgende vraag. Hey, wat's up Sven? Hoe werkt compositie eigenlijk? Nou, en om jullie een beetje te helpen met jullie vragen over compositie, heb ik vandaag zes tips voor het verbeteren van je compositie. Welkom in Photoshop. En hier ga ik jullie aan de hand van een aantal tools uitleggen wat deze regels voor compositie zijn. En als eerste zullen wij de rule of thirds behandelen. Wat het eigenlijk is dat je twee denkbeeldige lijnen van boven naar beneden en twee denkbeeldige lijnen van links naar rechts over je foto heen trekt. En dat komt er dan als volgt uit te zien. Dus je ziet hier nu een lijn die naar beneden loopt, nog een lijn die naar beneden loopt en nog twee horizontale lijnen. Wat de richtlijn is dat je probeert je onderwerp op één van de vier kruispunten van deze lijnen te zetten. Dus in dit geval zit het hoofd van een man, die zit precies op het kruispunt linksbovenin. Nou, dit is een verticale foto en bij een horizontale foto werkt het precies hetzelfde. Daar zul je weer deze lijnen hebben en zal je weer moeten proberen om je onderwerp op één van deze vier punten te plaatsen. Als de persoon op je foto dus niet op één van deze vier lijnen staat, wat je dan kan doen is bijvoorbeeld in Photoshop met een crop tool, dat betekent bijsnijden, de foto zo aanpassen dat het punt wat jij belangrijk vindt en het punt wat de aandacht moet pakken in een foto, dat precies op één van deze punten zit. Dan hebben de meeste camera's en mobieltjes ook de mogelijkheid om zo'n raster aan te zetten. En ik zou dat ook aanraden, omdat dit raster je een mogelijkheid geeft om in je camera al goed op de compositie te letten. Dit zijn eigenlijk twee regels. De eerste regel is dat als je een foto hebt zoals deze, of een horizontale foto, maar de meeste van mijn foto's schiet ik verticaal, omdat mijn foto's grotendeels op Instagram worden geplaatst. Maar wat je altijd moet proberen is om te zorgen dat ongeveer op 2/3 van je foto de horizon ligt. Dus wat je hier heel duidelijk kan zien is dat ik mijn horizon, dus de zee, op de eerste horizontale lijn van boven heb geplaatst. Dat betekent dus dat 1/3 van mijn foto is lucht. Ik raad jullie wel aan om dit over het algemeen aan te houden. Het is echter wel zo dat als je bijvoorbeeld een hele interessante lucht hebt of een zonsondergang of je wil juist iets heel erg cools doen met deze lucht, dat je van deze regel af kan wijken. Waar je ook goed rekening mee moet houden, is dat je tijdens het schieten al zoveel mogelijk zorgt dat je een rechte horizon hebt. Nou, deze foto is al recht getrokken, maar ik ga het jullie wel even laten zien hoe dat werkt. De horizon was schuin en we zouden hem recht kunnen trekken. Dan heb je daar verschillende tools voor. Je kan de foto zelf handmatig draaien. En je hebt deze lineaal tool, waarbij je eigenlijk gewoon een lijn tekent langs de horizon. Maar beeld je eens in dat we bijvoorbeeld deze lijn van het strand zouden willen hebben als de lijn die recht loopt. Wat je ziet is dat de foto zal draaien. Maar wat je ook ziet is dat je rechtsbovenin, links onderin en aan de linkerzijde wat ruimte verliest. De foto wordt kleiner. Waar je dus voor op moet letten tijdens het maken van je foto is dat je je horizon zo recht mogelijk schiet. Want hoe meer je foto moet draaien, hoe meer ruimte je kwijt zal raken als je uiteindelijk in Photoshop of in Lightroom je foto gaat moeten draaien. Want door dit draaien wordt je foto ook automatisch bijgesneden, om te zorgen dat die in de juiste verhoudingen blijft. Of dat je geen witte vlakken aan bepaalde kanten van je foto krijgt. Als je een foto compleet schuin schiet, zal het ten koste gaan van heel veel informatie. We gaan het nu hebben over leading lines. En dit is een hulpmiddel wat door heel veel fotografen wordt gebruikt op verschillende manieren. Je kan bijvoorbeeld een weg hebben die door je foto heen loopt en het oog van de kijker zou automatisch deze weg volgen door de foto. Denk hierbij bijvoorbeeld aan dronefoto's. Deze hebben dit heel vaak. Maar je kan het ook wat meer recht toe recht aan gebruiken en daarom heb ik deze foto gekozen. Omdat deze heel duidelijk illustreert wat voor gevoel en vooral wat voor gevoel van diepte je kan creëren met leading lines. Nou, wat zijn leading lines? Leading lines zijn eigenlijk hele duidelijke lijnen in je foto die naar een bepaald punt toe lopen of die je het oog van de kijker richting een bepaald punt sturen. Nou, in mijn geval zie je hier de volgende lijnen. Je ziet hier en aan de andere kant duidelijk twee lijnen die naar beneden lopen naar dit punt. En als je nu goed kijkt, zie je dat ook uit de voorgrond. Vanaf de grond twee lijnen lopen naar dit punt. Nou, en zo zie je eigenlijk op verschillende manieren allemaal lijnen die lopen naar één centraal punt. Zoals ik hier nu heb getekend. Nou, dit helpt dus om kijkers te sturen in je foto.
Je kan er dus voor kiezen om dan je onderwerp hier in het midden te plaatsen. Want de lijnen die ik net heb getekend, zullen dan de aandacht naar dit onderwerp toeleiden. Wat je hier dus ook ziet, is dat er een continu patroon is van wit-zwarte lijnen die zich door de foto heen herhalen. Nou, dit is op zich iets wat heel leuk is om te doen op een dag dat er bijvoorbeeld heel hard zonlicht staat. Het is dan vaak wat moeilijker om mooie portretten te schieten. Of op het midden van de dag heb je heel veel schaduw die heel hard is. Het verschil tussen licht en donker is heel groot. En vaak is dit dan moeilijker voor een beginnende fotograaf. Het is dan veel makkelijker om met schaduwspel te gaan werken. Nou, en wat je ziet in deze foto is dat ik daarvan gebruik heb gemaakt door herhaling. Veel architectuur of gebouwen hebben altijd een soort van constant patroon wat zich herhaalt. Nou, op deze manier heb ik dus op twee manieren herhaling kunnen creëren. Zowel aan de linkerzijde met de bogen die zich blijven herhalen, als in het strepenpatroon, zowel op de muur als op de grond. Dit is eigenlijk hetzelfde als ik net al liet zien in die andere foto. En door zowel de herhaling van kleur, de donkere en lichte tinten, en vormen, kun je een heel aparte foto creëren waarbij je eigenlijk relatief weinig hoeft te letten op de andere regels van compositie, omdat de kijker door deze herhaling, en in mijn geval ook door de lijn die door de foto heen loopt, die je hier heel duidelijk kan zien, eigenlijk waar de knik zit in de lijnen, je foto in wordt getrokken. Eigenlijk de kijker even laten schrikken of op scherp zetten. Wat ze dus in die gevallen doen, is bijvoorbeeld zorgen dat er een foto is met heel veel herhaling, en dan bijvoorbeeld iemand in een felrode jas of een auto of in deze foto, zodat het ritme de herhaling doorbroken wordt. Waardoor je wat meer spanning creëert in je foto. De volgende regel is die van de natural frames. En wederom, ik zeg regel, maar het is een hulplijn. Wat je ziet in deze foto is dat ik een boom op de voorgrond heb gebruikt om deze kerk, klein kerkje dus in Portugal, in te kaderen. En wederom dat ik ook deze boom een soort van heb terug laten komen doordat je eenzelfde soort boom naast die kerk ziet staan. Wat je hier ziet is een vlak van ongeveer een derde, want zoals je hier kan zien zit hier achter een hele laag lucht waarin relatief weinig gebeurt. Nou, ik wilde in dit geval die lege ruimte opvullen en op die manier ook meteen zorgen dat de aandacht naar de kerk toe ging. Nou, in dit geval heb ik dat dus gedaan door deze bladeren op de voorgrond te plaatsen, door simpelweg onder een boom te gaan staan. En op deze manier is er veel minder blauwe lucht, waardoor je niet loopt te dwalen door je foto en je oog wat sneller naar de kerk toe gaat. Wat dit ook doet, doordat ik heel dichtbij deze bladeren ben gaan staan, is dat je twee lagen krijgt in je foto. Dat is in mijn geval deze voorgrond met de bladeren en het onderwerp als de kerk. Hiermee kun je vooral heel snel onderscheiden van normale fotografen of amateurfotografen of gewoon je vrienden. De meeste mensen zullen juist altijd zoiets hebben van, hey, ik wil zorgen dat iets perfect in zicht is. Ik wil niet dat er iets voor zit of wat dan ook. Juist omdat zij denken dat afleidt. Nou, het gevolg is dat je daardoor een hele vlakke foto krijgt. Dat zie je meer als je kijkt naar het onderste stuk van de foto. Als je de bladeren wegdenkt, dan is de foto meteen een stuk saaier. Dus probeer altijd in je foto twee of drie lagen te creëren. En op deze manier kun je dan ervoor zorgen dat je foto wat spannender wordt. De kijker gaat, laat maar zeggen, van laag naar laag naar laag je foto bekijken. Nou, als laatste gaan we het even hebben over negative space. En negative space is eigenlijk ruimte in je foto waar niks gebeurt. Nou, in dit geval is dat dus hier deze lucht en dit water waar relatief weinig gebeurt. Nou, over het algemeen moet je proberen om negative space te beperken. Want je wil eigenlijk gewoon zorgen dat je foto interessant is om te zien en niet heel leeg. Maar je kan het soms ook in je voordeel gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een meer minimalistische stijl. In hun foto's zul je vaak veel lege of eenkleurige vlakken zien waar in principe weinig gebeurt. Maar dat maakt dan in hun geval juist de foto sterker, doordat de aandacht dan gaat naar de plek waar wel iets gebeurt. Nou, in mijn geval heb ik dus planten op de voorgrond. Denk weer aan de layers waar ik het eerder over had. Onscherpe voorgrond, scherp onderwerp en een soort van onscherp achtergrond, omdat het een soort van niets is waar je in door kan kijken. In dit geval heb ik mijn horizon, denk ook aan de eerdere regels, niet op 2/3 van de foto, wat ongeveer hier zal zijn. Maar hij zit veel lager. Waarom heb ik dit gedaan? Is om nog meer het gevoel te geven dat deze jongen hier in een soort van niets is. In een soort van mysterieuze wereld, een soort van gevoel van oneindigheid en eenzaamheid aan een foto te geven. Dat is ook de reden dat ik zowel dit gebied hier als hier
helemaal leeg hebt gelaten. Op deze manier kun je een bepaalde emotie uitdragen in je foto. Je creëert veel meer een gevoel van eenzaamheid, een gevoel van verlatenheid. Dus hou hier ook rekening mee. Negative space moet je over het algemeen proberen te vermijden, omdat het eigenlijk gewoon lege ruimte in je foto is. Maar je kan het dus ook in je voordeel gebruiken. En dat geldt eigenlijk met de meeste regels waar we het vandaag over hebben gehad. Denk bijvoorbeeld aan de rule of thirds waar we het eerder over hadden. En aan de regel van de rechte horizon die zich op 2/3 van de foto bevindt. Als we dat in dit geval zouden doen, krijgen we deze foto. Wat je meteen ziet is dat hier, in het gebied hierbovenin, veel minder lege ruimte is. Waardoor je minder het gevoel hebt van oneindigheid en leegte. Nou, om even ter vergelijking terug te gaan naar de oude foto. Hier zien we dus veel groter dit gebied. Waardoor je veel meer het gevoel krijgt van een klein persoon in een grote vreemde wereld. Nou, hou hier dus rekening mee en laat het dan dus ook vooral afhangen wat jij wil uitdragen met zo'n foto. Nou, hopelijk hebben jullie wat aan deze tips gehad. Stuur je resultaten ook vooral naar mij toe. Ik ben heel benieuwd om te zien wat jullie ermee doen. Dat was daarmee wel het einde van deze video. Heb je nog vragen, laat ze dan hieronder achter. En dan zou ik proberen zo snel mogelijk erop te reageren en jullie nog verder te helpen. Vond je de video leuk? Laat dan ook vooral een positieve reactie achter of een like. En dan zie ik jullie graag weer in de volgende video over fotografie. Doei!